Ja, dit jaar is het 60 jaar geleden dat bij Harmelen het grootste spoorwegongeluk plaats had. De treinramp Harmelen. Het ongeluk bij Harmelen heeft ervoor gezorgd dat het ATB, zoals ze dat heten, automatische treinbeïnvloeding, dat dat hele systeem wat eigenlijk al op de plank lag, versneld is ingevoerd. En zoals we weten in Harmelen, bij dichte mist is dat ongeluk geweest. Als die ATB-installatie, en hier zie je de signaleringskast van de ATB, als die er geweest was, had hij zeker gezien dat hij langzamer moest gaan rijden en was er ook een signaal geweest, namelijk het belletje dat aangaf dat hij moest ingrijpen. Die signalen van de seinen die worden via spoorstroomlopers, zoals dat heet, in de rails, op de baan gebracht. Bij de trein zitten deze installaties, dat zijn de snuffelaars worden die wel eens genoemd. Die pikken die signalen op en dat gaat in die grote kast verwerkt worden, uiteindelijk tot een signaal aan de machinist. Die signalen die dus van buiten worden opgenomen, die komen hier binnen in deze kast en worden hier verwerkt. En ja, het is eigenlijk heel simpel. Dat sein, wat dus bijvoorbeeld op rood staat, dat zorgt dat er een signaal komt wat in deze kast komt. Die vertelt, hey, het sein is rood, remmen. En dat gaat dus naar dat kastje in de cabine toe, waar het zichtbaar wordt voor de machinist en het belletje gaat rinkelen. Dit kastje namelijk geeft precies weer wat de seinen laten zien aan de buitenwereld. Deze gele lampen geven dus bepaalde snelheden aan. Die 6 staat voor 60, de 8 voor 80 en de 13 voor 130. Blauwe lampje wat kan gaan branden betekent dat de installatie uitstaat. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is zelfs verboden om te rijden met buitendienst gestelde ATB-installatie als men daar niet een speciale afspraak voor heeft gemaakt van tevoren. En die groene lamp geeft aan, dan mag je de baanvaksnelheid volgen die er is. Op het moment dat een trein bij een sein komt en die geeft een ander beeld aan dan de ATB-installatie op dat moment laat zien, volgt er altijd een waarschuwing. Dat is dus door dat lampje wat verspringt, een andere kleur of een ander lampje gaat branden, plus er gaat een bel rinkelen. Grijpt de machinist niet in, dan blijft die bel rinkelen en na enkele seconden gaat de trein remmen en wordt de trein ook echt stilgezet. Daar kan de machinist helemaal niets meer aan doen. Op dat moment wordt de trein stilgezet, want stilstaan is het allerveiligste. En daarna kan de machinist de ATB ontgrendelen, zoals dat heet, en kan die de trein weer op gang brengen en de juiste snelheid gaan volgen. Dit was nogal een enorme operatie, zoals je je kunt voorstellen, want al die treinen hadden deze installatie niet. Het moest allemaal worden ingebouwd. Niet alleen de treinen, maar ook de baanvakken moesten voorzien worden van ATB-installaties. Dat heeft vele jaren geduurd voordat dat gerealiseerd was.